De cyberdreigingen nemen toe en we merken dat we onvoldoende oefenen in onze sector. En deze oefening is specifiek bedoeld om als sector klaar te zijn voor dit soort grootschalige cyberaanvallen. Deze keer hebben 50 instellingen voor onderwijs en onderzoek meegedaan. Je kan zelf als universiteit oefenen, dat doen we natuurlijk ook regelmatig om de veiligheid op onze campus te waarborgen. Maar in onderwijs zie je dat je heel veel in een keten werkt. Dus je hebt al heel gauw te maken met andere instellingen. En dan is zo'n oefening heel goed dat je hem landelijk doet. Wat er gaat gebeuren is dat alle deelnemers worden aangevallen, dat hun website wordt gehackt, met een bericht wordt geplaatst. En dan is vervolgens de vraag, wat is er eigenlijk aan de hand en waarom vindt deze aanval plaats? Het begon heel rustig. Om 9:30 kregen wij de eerste meldingen binnen over dat mensen binnen ACTA, en ACTA is de tandheelkundeopleiding, dat ze hun röntgenfoto's niet meer konden bekijken. Dat ze melding kregen, file has been deleted. Je analyseert de melding, schat de impact in. Nou, dit was een hele grote, de patiëntenzorg was ernstig gehinderd. En dan wordt er geëscaleerd naar de calamiteitencoördinator. Ja, er is ransomware. Dus dat betekent dat er PC's of servers geïnfecteerd zijn. Dat de data geëncrypt, beveiligd kan zijn. En het kan zijn dat de data gelekt is naar buiten. Nou, dat moet je onderzoeken. Aan de ene kant hebben we technisch heel veel geregeld. Dat er echt voor de technische mensen ook echt iets uit te zoeken is. Dat ze kunnen gaan zoeken naar logfiles, naar verschillende dingen. Maar anderzijds doen we dat door een mediasimulator te hebben, waarin we nep Twitter en nep Facebook gebruiken. En daar kunnen mensen van communicatie dan op zien wat er gaande is. En ook echt het gevoel hebben van, er wordt op mij gereageerd. Er wordt gezien wat wij doen of niet doen. En we staan hier echt in de schijnwerpers. Op een gegeven moment in deze oefening wordt er ook gecommuniceerd universiteitsbreed. Want je ziet dat wij niet de enige universiteit zijn die geraakt worden. Op dat moment ga je met je counterparts van andere universiteiten in overleg. Dat zijn bij mij de woordvoerders. Dus via e-mail wordt er overlegd over wat er precies aan de hand is. En ook uiteindelijk komt er van het VSNU een gezamenlijk statement dat wij allemaal in kunnen zetten. Wat je ziet is dat men te lang probeert het zelf op te lossen. En dat was ook bij eerdere oefeningen het geval. Dan zeggen we, probeer snel hulptroepen in te schakelen. Ga niet proberen je gewone werk naast de crisis te managen. Dus dat eerder opschalen, we hebben niet voor niets die opschalingsniveaus. Dat is echt wel een les die ik ook vandaag weer heb gezien. Waarbij mensen het heel graag willen oplossen. De neiging bestaat ook om het bij het bestuur weg te houden. Want ja, die zijn al druk genoeg. Maar soms is het toch goed om nu te zeggen, ja, dit heeft zo'n impact voor de reputatie, voor patiëntgegevens met de AVG, de privacy van mensen. Nu moet je toch echt even ook het bestuur informeren en dan kijken van, wat zijn de maatregelen die we moeten treffen. Every time we open a newspaper or a web news site, we see actual cases like this, incidents happening. And it's not a question of if, but a question of when this will hit one or more of our universities. We are also considering to have a similar kind of exercise in Finland. So it has been really interesting to see. SURF from the Netherlands are taking a lead in this in the Environment Society. We like to follow close behind them and see what they are doing and learn from them. We waren natuurlijk een beetje bang, hè? Wij lopen tegen dingen aan. Is dat iets wat alleen wij als LMC hebben? Maar we merken dat andere instellingen die hebben ook, die communicatie is lastig. Techniek overbrengen op crisisteam is lastig. Sommige procedures of processen zijn misschien net niet helemaal goed ingericht of worden niet helemaal gevolgd. En dat is wel heel fijn om te merken dat wij er niet de enige in zijn. Dit had je nooit in je eentje kunnen doen. Het zo realistisch maken van de oefening, hè? Dus de mediasimulator aan één kant, maar ook de fake malware die toch wel geïnstalleerd zat, waar je dus toch ook wel het een en ander kan simuleren technisch gezien. Dat had je nooit in je eentje kunnen doen. Dat is de meerwaarde van dat met z'n allen doen.